Kijk eens even goed om je heen. We staan hier in een van de meest mooie winkels die ik de laatste jaren heb gezien. We zijn hier in Antwerpen, we zijn in de stad Leest. En naast me staat Wouter Cachot. En Wouter is een mooi mens en een enorme bijzondere ondernemer. En ik wil vandaag over een aantal onderwerpen met hem gaan hebben. En vandaag ben ik vooral geïnteresseerd om te starten met het onderwerp ondernemerschap. Wouter, kun je even kort jezelf voorstellen? Ja, ik ben boekhandelaar. Ik ben zo niet geboren. Ik heb vroeger altijd in loondienst gewerkt. En ik werkte eigenlijk als vertegenwoordiger voor verschillende uitgeverijen. En wat deed ik? Ik verkocht boeken aan winkels. Dus ik ging naar de grote ketens, maar ook naar de supermarkten, zoals bijvoorbeeld Albert Heijn, dat was ook een klant van mij. En daar verkocht ik boeken aan. En ik las zelf ook heel graag boeken, maar ik kwam niet graag in boekhandels. En waarom kwam ik niet graag in boekhandels? Omdat ik vond van ja, ik vind ten eerste niet wat ik zoek. Ik moet gaan zoeken in een kast. Dat doe ik niet graag, want dan kan ik even goed naar de bibliotheek gaan. En die man of die vrouw achter de toonbank, die heeft ook altijd een mening over wat ik koop. Namelijk, het is niet goed of het is niet literair genoeg. En ik had zoiets van, ik wil helemaal niet zoals klant behandeld worden. Ik had ook een hele grote keten in België die boeken van mij kocht. En ik had de mooiste printenboeken. En die kreeg ik maar niet aan hem verkocht, gewoon om de eenvoudige reden dat die boeken niet in hun kasten pasten. En dan had ik zoiets van, ja, maar jongens, echt, menen jullie dat nu? Leg ze dan op een tafel of koopt een andere kast? Maar dat is toch geen reden om geen boeken in te kopen? En toen dacht ik, maar ik had het al langer, ik ga een boekhandel maken, of ik wil een boekhandel beginnen waar ik zelf als klant blij van zou worden. En daar heb ik dan 10 jaar geleden ben ik daarmee gestart. In 2011 zijn we Boekhandel Stad Leest begonnen. Ik helemaal alleen. En in het weekend kwam mijn vrouw helpen. En zo zijn we begonnen. Op een totaal andere locatie dan dat we nu zitten. Maar op 10 jaar tijd is eigenlijk die raket die is vertrokken. En we zijn nu een bedrijf met 15 mensen in dienst. En we zijn echt, denk ik, een van de 3 grootste onafhankelijke boekhandels in Vlaanderen geworden op 10 jaar tijd. En die keuze voor het boekenvak, waar komt die keuze vandaan? Ja, dat zit een beetje in de familie. Mijn vader heeft altijd in boeken gezeten. En het is niet. Ik ben zelf geen grote lezer. En dat klinkt misschien raar als je een boekhandel had, maar mijn zus bijvoorbeeld, die las veel meer dan ik. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in dat boek aan zich als product. En dat is ook iets wat veel van mijn collega's vergeten. Weet je zei boekhandelaar. Hè? Dat zijn 2 woorden. Dat is inderdaad boek, maar je zei ook handelaar. En ik ben graag handelaar in boeken. En ik hou gewoon ook van dat product. En ik ken dat product ook heel goed. Dat wil niet zeggen dat ik inhoudelijk een mega literaire bagage heb. Verre van. Maar ik ben heel geïnteresseerd achter hoe die wereld in elkaar zit. Dus ik ben niet aan zich geïnteresseerd in auteurs of in literatuur. Dat is aan zich niet mijn grote interesse. Maar ik ben wel geïnteresseerd in hoe die wereld in elkaar zit. Eigenlijk de businesskant ervan. Ja, want die businesskant, daar kijk je ook denk ik anders tegenaan dan de meeste boekhandelaren. Ja. Jij gelooft niet zo in het afhankelijkheid zijn van de bestsellers. Nee, ik vind dat heel gevaarlijk. Hè? Je kunt als boekhandelaar kunnen heel veel zeuren. En de meeste boekhandelaars zeuren ook heel graag. Dat kunnen ze heel goed. En dat zeuren heeft vaak mee te maken dat ze zeggen, als je dan vraagt, hoe was uw jaar? Dan zeggen ze, slecht jaar. En waarom was het een slecht jaar? Ja, er was geen nieuwe Nicky French of er was geen nieuwe Harry Potter. Of het viel wat tegen met de bestsellers dit jaar. En dan denk ik, ja, maar als je een bedrijf bouwt en je bouwt heel je constructie rond iets waarmee dat je dan afhankelijk bent van input, namelijk wat er dat jaar gaat uitkomen, ja, dan zijn ze niet goed bezig. Je moet eigenlijk elk jaar een goed jaar kunnen draaien. En als er stel nu dat J.K. Rowling ineens beslist om de nieuwe Harry Potter uit te brengen, dat die Harry Potter dan de kers op de taart is van je jaar, dat is fantastisch. Maar als je die Harry Potter nodig hebt om de putten te dekken, ja, dan zijn ze als handelaar iets niet goed aan het doen. Je zei dat je in 2011 gestart bent. Als je naar terugkijkt, wat is qua ondernemen zeg maar, je grootste les of je grootste ontwikkeling die je door hebt gemaakt? Ik zei vroeger op alles ja. En ik heb soms te snel beslissingen genomen. Ik ben in het begin te snel willen groeien. Ik dacht, oké, ik heb hier de magische formule, dit werkt. Ik ga gelijk 10 andere winkels open doen.
Ik heb dan twee andere winkels open gedaan. Die heb ik ondertussen moeten sluiten. Ik denk dat de belangrijkste les is om je te focussen op hetgeen waar je goed in bent. En alle avonturen die niet heel zeker zijn of waar je niet heel zeker in bent, om die vooral te vermijden. Heeft dat ook met geduld te maken? Ja, ik heb geen geduld. Ja, ja, dat is gewoon zo. Ik verveel mij ook heel snel. En mijn spanningsboog is ook heel kort. Ik kan mij niet langer dan 10 minuten op iets concentreren, want dan ben ik er al klaar mee en dan wil ik iets anders gaan doen. En dat is eigenlijk het gevaarlijkste moment, is als ik mij begin te vervelen. Dat weten ze hier ook. Als ik mij begin te vervelen, dan begin ik dingen te bedenken. En dat is ook gevaarlijk, want ik bedenk ongeveer 100 plannen per uur of zo. En ik had nogal eens de neiging om die dan ook allemaal te willen gaan realiseren. En dat heb ik op 10 jaar, misschien is het feit dat je wat ouder wordt, dat je dan op dat gebied iets rustiger wordt. Ja. En nu had je een idee bijvoorbeeld hier over de horeca. Dat idee had je een jaar geleden. Nu is de horeca geopend, 9 juni. Wat is eraan veranderd, zeg maar, in het voortschrijdend inzicht, het geduld dat je verplicht was door de corona om meer tijd te nemen daarvoor? Wat heb je daarin veranderd? Alles. Alles veranderd. Het is eigenlijk heel goed dat we een jaar geleden die horeca niet konden opendoen, want we hadden daar echt totaal de mist in gegaan. We hadden dat onderschat. Het beeld van horeca dat wij hadden was meer een soort van koffiecorner, zoals dat je in elk tankstation ziet, maar dan met bediening aan tafel. Dat had totaal niet goed gegaan. En de horeca die we nu doen is eigenlijk een volwaardige horeca. Dus je kunt bij ons komen lunchen, je kunt komen een vier uurtje komen eten, je kunt komen aperitieven bij ons. Dus het is veel volwaardiger. We hebben ook nu een volledige drankvergunning, dus je kunt bij ons ook gewoon een gin tonic drinken. Dat zouden we een jaar geleden hadden we zoiets van, nee, dat gaan we niet doen, want dat is een café. Maar je hebt dat wel nodig. Want met koffies alleen, ja, daar redde de wereld gewoon niet mee. Dat zou niet goed gekomen zijn. En die snelheid en het vooruitgaan, dat was ook toen het mooi weer werd er gelijk een terras naar buiten geschoven. Ja. Ga je dan wel eens wat sneller dan de planning en vergunningen en dat je denkt, hup, we gaan gewoon door? Ja, dat moet gewoon. En ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar hier in Vlaanderen moet dat gewoon. Als je hier als ondernemer moet wachten op de overheid, ja, dan zijn we een vogel voor de kat. Hey, om je een idee te geven, een terrasvergunning duurt hier 70 dagen. Ja. Als ik daar 70 dagen op moet wachten, dan is de zomer voorbij. Dus ik heb zoiets van, kom, we zetten dat terras buiten, de mensen mogen blij zijn dat we iets doen, dat we ondernemen. Ik ga daar niet op zitten wachten. Want wat is dat uiteindelijk, dat terrasvergunning? Dat is gewoon een papiertje dat je een terras mocht zitten. Ja, dat kan ik zelf ook. Ja. Het beeld wat ik vaak van boekenwinkels heb, is heel veel boekenkasten. En mensen die inderdaad met een scheef hoofd staan te zoeken naar de juiste titel. Als ik hier om me heen kijk, zie ik allemaal mooie tafels en kijken de boeken me aan. Welke keuzes heb je daarvoor gemaakt, Wouter? Ja, ik had al van begin het gevoel van een boekhandel. Waarom moet een boekhandel altijd als gevoel anders zijn dan bijvoorbeeld een meubelwinkel of een kledingwinkel? Dat zijn allemaal winkels waar dat er serieus over nagedacht wordt van hoe die winkels eruit zien, hoe dingen gepresenteerd worden. Die hebben vaak ook een visual merchandiser in dienst. In boekhandels niet. Daar zetten we een kast en we flikkeren daar boeken in. En de enige visual merchandising die we doen, is we zetten ze op alfabet. En ik dacht, ja, maar dat is toch niet spannend voor de klant. Dan kun je evengoed online boeken gaan bestellen. Ik moet een reden geven waarom dat mensen naar een winkel willen komen. Dus het idee was, geen kasten. We doen enkel tafels. Hè, dat is een hele industrie. Covers ontwerpen, dat is een hele industrie. Dat is toch wel jammer dat daar zoveel tijd en geld en energie wordt ingestoken en dat we die boeken dan gaan verstoppen in een kast. Dus vandaar dat wij resoluut ervoor hebben gekozen voor met tafels te werken en eigenlijk een full-facing presentatie te doen, zodat de boeken nu echt aankijken. Dat zorgt er ook voor dat je heel tof in presentatie kunt gaan werken. Ik vind stapels ook belangrijk. Ik vind echt armoei als er één boek is of twee boeken. Zo werkt het niet. Dus ik vind, er moet overvloed zijn. Ik vind dat ook belangrijk hoe die boeken op een tafel liggen. Maar echt heel stomme dingen, hè? Maar ik vind dat je bijvoorbeeld niet twee rode kaften naast elkaar legt. Dus dan gaan we echt puzzelen, zodanig dat het er visueel aantrekkelijk uitziet. De stapels moeten ook altijd van hoog naar laag. En we schransen ook altijd de boeken. Dus echt om en om. Hè? Dat bedoel ik. Mag ik dat laten zien? Ja, graag. Zie.
Dus zo. Zo leggen we die op tafel. Ik zal het even laten zien. Zo. Dus echt om en om. En waarom doe ik dat? Als je die boeken zo legt, dan zie je aan de ene kant alleen maar de rug. Of aan de andere kant alleen maar wit, zoals dit. En ik vind dat visueel vind ik dat niet interessant. Dus vandaar dat we dat zo doen. En wij leggen ook altijd de boeken op een rechte tafel schuin. Want dat geeft ook een totaal andere dynamiek aan zo'n tafel. Maar je had het net over dat in de traditionele winkel het alfabet vooral leading is. Ja. Hoe is de indeling hier? De indeling is zoals dat wij ze gemaakt hebben. Er is hier geen alfabet. Wij hebben uiteraard de literatuur bij elkaar, we hebben de kinderboeken bij elkaar. En dan hebben we een heel groot stuk, alles wat het leven prettig maakt, noem ik dat. Koken, architectuur, kunst, mooie dingen, fotografie. Maar ik wou geen winkel met signing. En dat is natuurlijk heel atypisch. Mensen houden van onze winkel of mensen haten onze winkel. Eén van de twee. En daar zit niks tussen. En we zien dat ook aan het soort publiek. Ik heb echt mensen dat ik zie binnenwandelen en ik denk, ja, deze komt niet goed. Die man is op zoek naar een auteur en die zijn familienaam begint met een P. Heel veel succes. Je kunt hier een uur zoeken. Hè. Dus ja, wij kunnen natuurlijk niet iedereen bedienen. En wat je heel hard ziet, is dat mensen de traditionele lezer, die de traditionele boekhandel gewoon is, ja, die krijgt hier even een klein schokeffect. En ofwel volgen die, ofwel haken die af. Maar het is echt een bewuste keuze om niet op alfabet of op genre te gaan werken. Nou, weet ik bij Donner dat ze geloof ik 55.000 verschillende titels hebben. Als ik om me heen kijk, zijn dat er heel veel, maar volgens mij geen 55.000. Is dat ook een bewuste keuze? Ja, dat is absoluut een bewuste keuze. De grootste fout die je kunt maken als boekhandelaar is te veel voorraad. Dat heeft totaal geen zin. Als je gaat kijken waar dat je je rendement mee haalt, dat is misschien met 250 titels. Daar draait je cijfer mee. En al de rest is eigenlijk aankleding en opsmuk. En die aankleding en die opsmuk, die moet je dan maar zo klein mogelijk proberen te houden. Een gemiddelde boekhandel in Vlaanderen heeft, denk ik, 6.000 tot 8.000 titels op voorraad. En dat wordt ook over gecoquetteerd, hè? Onder boekhandelaar, hoeveel titels heb jij op voorraad? Wel, ik heb er maximum 2000. Ik heb 2000 plaatsen. That's it. En daar draai ik mijn omzet mee. Dus dat wil ook zeggen dat wij aan de voorkant heel sterk moeten gaan selecteren en dat we echt keuzes moeten maken. En dat die keuzes, ja, die worden enerzijds geleid door ja, onze kennis. En dat we zeggen van oké, dat en dat en dat zijn belangrijke titels. Maar anderzijds wordt dat ook geleid door dingen die we zien, die we mooi vinden, die we interessant vinden, die je op geen enkele andere plek vindt. Dus het is die combi die heel hard werkt voor ons. En dat is natuurlijk een beetje vloeken in de boekhandelaarskerk. Heel veel boekhandelaars gaan er nog vanuit dat er komt een klant binnen, die vraagt u iets en jij hebt dat op voorraad. Ik zeg nee, zo werkt het niet. Dat is bol.com. Dat heet bol.com. Dat kun je gewoon googlen en dan bestel je dat en dan komen ze dat volgende dag bij u brengen. Bij ons komen de winkelen, omdat je, ik zeg maar niet, je had gezien dat er een nieuwe titel is van een of andere auteur. We hebben dat op voorraad en ondertussen kijkt er nog eens bij de kinderboeken, je kijkt nog eens naar de wenskaarten, je kijkt nog eens bij de architectuurboeken en je ziet boeken die jij nog nooit bij bol.com hebt gezien. Waarom niet? Bol.com heeft die boeken ook, hè? Maar je moet ze wel gaan zoeken. Maar als je niet weet hoe dat die een boek heet of wat dat je zoekt, dan loopt het daarin verloren. Dus, en dat is bij ons de kracht. En dat maakt het verschil tussen komen winkelen online of komen winkelen bij ons fysiek in de winkel. Want ik heb zelf, als ik hier ben, dat ik heel vaak zeg maar niet van plan ben direct een bepaald boek te kopen. En dat ik toch altijd met een aantal boeken de deur uit ga door de presentatie, door het... zeg maar browsen door de winkel heen. Ja, dan snap jij het concept. Zo werkt deze winkel. De meeste van mijn klanten of bezoekers waren niet van plan om een boek te kopen. Je had het net over kaarten. Wat is de criteria? Want ik zie leesbrillen, ik zie boeken, ik zie kaarten, ik zie schrijfwaren. Wat heb je een soort criteria wat wel en niet in de winkel mag komen? Ja, het moet bij het concept passen. En dan hebben we van begin af aan dat heel strak omlijnd. En dan hebben we gezegd, het heeft of met boeken te maken, of het is van papier. Al de andere rest doen we niet. Er is zo'n trend geweest bij boekhandelaren. Toen ze zagen van ja, we redden het niet meer helemaal met boeken. We gaan non-books doen. Ja, non-books, dat kan echt heel veel zijn. En dan heb ik echt bij collega's de gekste fratsen gezien. Van chocolade over wijn tot pantoffels. Dat ik dacht, maar echt, maar, dat heeft toch niks mee te maken. Dus wij hebben het heel strak gehouden.
Wij zijn ook altijd wel gaan zoeken in die bijcategorieën naar de beste keuzes. Bijvoorbeeld wenskaarten. Wij zitten heel sterk op wenskaarten. En hoe komt dat? Wij verkopen wenskaarten die niemand anders verkoopt. Je kunt met wenskaarten, je hebt verschillende grote leveranciers in de wereld, daar kun jij een deal mee maken. Maar je kunt dat ook zelf gaan zoeken. Dat is heel veel werk, maar dat brengt ook wel heel veel op. En dat zijn wij gaan doen. Wij werken samen met kleine makers uit Engeland en Amerika. Wij doen eigen import uit Engeland en Amerika. Dus dat maakt ons ook anders dan de rest. En dat zorgt er ook voor dat mijn gemiddelde prijs van mijn kaarten ook omhoog gaat. Je kunt bij mij een postkaart kopen van €1,50, maar ik heb ook winstkaarten van €10. En eigenlijk verkoop ik die van €10 beter dan die postkaarten van €1,50. Dus je hebt eigenlijk echt je klanten opgevoed om verleid te worden tot mooie kaarten. Ja, absoluut. Absoluut. En mensen weten dat ook als ze in Antwerpen zijn en ze moeten een mooie of een bijzondere kaart hebben. We gaan het Stad Leest, want daar hebben ze dat. We staan nu in deze mooie nieuwe winkel. En we gaan het hebben over wat het belang van de plaats is en locatie voor een winkel. En hoe Wouter hierover denkt. We hebben het thema innovatie. En ik denk wat ondernemers onderscheidt, is innovatief bezig zijn. Willen veranderen, vooruit durven denken. En we staan nu in de horeca gedeelte. En wat me altijd opvalt is dat je altijd vooruit denkt over het verbreden van je concept, andere locaties. Is dat iets waar je altijd mee bezig bent om vooruit te denken, vooruit te kunnen schaken? Ja, ik denk dat ik ben daar niet elke dag bewust mee bezig. Maar ik vind dat wel belangrijk om er rekening mee te houden dat de dingen niet altijd zo zijn zoals dat je ze bedacht had. Om u een idee te geven, de straat kan altijd opengebroken worden. Er kunnen altijd werkzaamheden gebeuren in uw straat. Een huurcontract, wat is een huurcontract vandaag de dag nog waard? In België is dat 9 jaar. Ja, ik dacht altijd, oké, na die 9 jaar ga je praten met uw eigenaar en dan verlengde dat nog eens 9 jaar. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. 9 jaar is echt best wel veel. En het kan ook zijn dat op 9 jaar tijd uw pand 3 keer van eigenaar verandert. Dat hebben wij meegemaakt. En als je dan tegen een eigenaar aanloopt die denkt, ja, die boekenwinkel dat vinden wel een aardige vent, maar ik wil er eigenlijk wel 4 keer zoveel huur voor en ik ga iemand anders zoeken, ja, dan flikkeren ze u er gewoon uit. Zo zit het leven gewoon in elkaar. En daar heb ik eigenlijk aldoende altijd rekening mee gehouden. Dus het is niet omdat je ergens een winkel begint dat voor de eeuwigheid is. Je moet echt rekening houden met dingen die veranderen. Net zoals dat er dingen in een stad veranderen. Mensen denken, we gaan naar Antwerpen. Wilt het dan zeggen dat die mensen alle winkels in Antwerpen gaan bekijken? Nee, zo werkt dat niet. Mensen hebben een bepaalde route of mensen zoeken een bepaalde buurt om te gaan winkelen. En ik vind dat dan interessant om als retailer te onderzoeken, zit ik in de juiste buurt? Of moet ik per se op een AAA-locatie gaan zitten? Of kan ik ook op een straatje achteraf gaan zitten? Dus al dat soort van dingen vind ik interessant om over na te denken. Ja, want eigenlijk vanaf de start in 2011 heb je al op verschillende plekken hier in de stad gezeten met pop-up winkels, samenwerking. Wat was het doel daarvan? Het doel was om te kijken, en dat waren dan vaak locaties op 200 meter van onze boekhandel. En dan zeggen mensen, ja, waarom? Zelfs de mensen van mijn bankier die zei, ja, je bent gek. Je gaat op 200 meter van je deur gaan dan een andere winkel open doen. Met 60% van hetzelfde assortiment. Waarom doe je dat? Zet je zot of zo? Nee, omdat ik denk dat ik een ander publiek kan bereiken. En dat is ook zo. In een stad als Antwerpen kun je op 200 meter een ander publiek bereiken. Want mensen, dat is mijn theorie, hè? Mensen winkelen in cirkeltjes. Er zijn bepaalde cirkeltjes en ze lopen elke zaterdag of elke maand lopen die mensen datzelfde cirkeltje. En een bepaalde straat steken ze niet over. Dus als je dan net in die straat zit met je winkel, dan zie je die mensen nooit. En het is door in een ander cirkeltje een pop-up te openen, dat je ineens ook weer een ander publiek kunt bereiken. Nou ben je naar een best wel hele andere locatie, minder winkellocatie verhuisd. Had je het gevoel dat je daar een risico mee liep als ondernemer? Of had je zoiets, we hebben in 10 jaar op verschillende plekken gezeten. We hebben ondertussen een soort fanbase opgebouwd die wel met ons meegaat. Ik ga nooit uit van verworven rechten. Dus ik moet zeggen, toen dat wij verhuisden van de Steenhouwersvest, waar dat we begonnen zijn, naar onze nieuwe locatie, heb ik dat altijd in het achterhoofd gehouden van ik denk dat ik misschien wel 30% van mijn klanten ga verliezen.
Ik had daar ook in mijn businessplan rekening mee gehouden. Als dat niet zo is, ja, dan is dat een geweldige meevaller natuurlijk. Ja, achteraf hebben we gezien, want iedereen zei, oh, ligt daar toch niet van wakker, iedereen kent u en je hebt uw fanbase, je kunt gaan zitten in de stad waar dat je wilt. Dan denk ik, ja, dat kan zo zijn, maar ik wil het wel eerst zien voordat ik het geloof. En achteraf gezien moet ik die mensen dan gelijk geven. En dat is ook zo gegaan. Hè. We hebben onze klanten gewoon één op één meegenomen. En we hebben ook een hele hoop nieuwe klanten erbij gekregen. Dus achteraf blijkt dat waar te zijn. Maar ik ga daar niet op voorhand vanuit dat dat zo... Ik ging daar niet op voorhand vanuit dat dat zo ging zijn. Nee, want je bent naar een veel groter pand verhuisd. Je bent in een coronaperiode verhuisd. Je hebt horeca toegevoegd, wat eigenlijk al een jaar op de plank lag. Wat je sinds 9 juni hebt kunnen openen, kunnen starten. Het zijn wel, best wel heel veel zeg maar, onzekerheden. En toch maak je die keuze omdat je denkt van dit is de locatie. Die kans, die moet ik gewoon nemen. Ja, ik ben 2 jaar... geleden met deze locatie begonnen, omdat het een heel ingewikkeld dossier was, ook met vergunningen en financiering, maar vooral vergunningen. We hebben ook een bestemmingswijziging moeten doen. Dit was geen winkel, dus we hebben een vergunning in België nodig om er een winkel van te maken. En dat duurt langer dan die terrasvergunning van 70 dagen, dat kan ik u wel vertellen. Toen kwam corona erbij. Dat had een jaar geleden of anderhalf jaar geleden had daar nooit iemand van gehoord of daar überhaupt nog rekening mee gehouden, dat zou kunnen gebeuren. En wij hadden onze vergunning 3 dagen voor het land hier in lockdown ging. Dat waren echt wel slapeloze nachten, want dat zijn dingen waar dat kun je niks aan doen. Maar op een gegeven moment, dat begint dan, die lockdown. Maar je staat voor een project waar dat je echt een paar ton gaat uitgeven. En dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je zeggen, oké, we gaan dat nu even niet doen, want we gaan de putten niet dieper maken dan dat ze al zijn. Of je zegt, oké, we gaan dat wel doen, want die corona gaat ooit ook wel weer eens overgaan. En op het moment dat het weg is en het is gedaan en we zijn het vergeten, dan is mijn winkel klaar. Als je op dat moment nog moet beginnen schakelen, ja, dan zijn we veel te laat. Dus dat is niet het makkelijkste jaar geweest uit mijn leven, absoluut niet. En achteraf gezien hebben we echt wel een paar keer echt ons hoofd op het hakblok gelegd. Maar goed, in die end is het goed afgelopen. Ik ben hier, toen het nog in oorspronkelijk staat, met jou eens wezen kijken. En ik snapte waarom je verliefd werd op die pand. Maar het pand is enorm groot. En hoe had je nou het idee ten opzichte van de vorige winkel, die echt een stuk kleiner was? Wat wilde je er op deze locatie in toevoegen, nu of terzijne tijd? En waarom past dat allemaal in die wereld die je bedacht hebt? Ja, de vorige locatie was 220 vierkante meter. En deze locatie is, denk ik, als we alles erbij tellen, 800 vierkante meter. Dus is echt letterlijk 4 keer zo groot. Maar ik wou niet mijn assortiment van boeken 4 keer zo groot maken. Ik wou eigenlijk vooral lucht geven aan mijn klanten. Want dat was een beetje het probleem op de vorige locatie. Die werd gewoon echt letterlijk te klein. Dus mensen, in december bijvoorbeeld, moesten wij gewoon mensen weigeren. Wij moesten gewoon zeggen tegen de mensen, ja, sorry, je kunt binnen een half uur terugkomen, maar de winkel is gewoon vol. En dat wou ik gewoon nooit meer meemaken. Ik had zoiets van, ja, ik wil wel dat mensen gewoon rustig kunnen komen winkelen. Dus we hebben eigenlijk heel veel van die vierkante meters gewoon aan lucht gegeven, aan ruimte, zodat mensen ook echt een ruimtelijk gevoel hebben. Achteraf gezien door corona ook fantastisch. Hè. Deze winkel was al coronaproof nog voordat corona bestond. Wat we wel belangrijk vonden, was we wouden wel dat gevoel van de vorige winkel volledig meenemen. Dus we hadden zoiets van dat DNA, die basis die we hadden, die gaan we niet veranderen. We moeten wel heel dicht bij dat concept blijven. En mensen zeggen nu ook van, ja, oké, de nieuwe winkel. Ja, het heeft hetzelfde gevoel als de vorige, maar het is beter. En dat was exact hetgeen wat we wouden. We wouden niet dat mensen zouden binnenkomen en zeggen, ja, het is leuk, maar ik vond het vorige beter. Nee, mensen zijn het vorige al lang vergeten. Heb je hier om de hoek heb je nog een tweede winkel. Die heb je zeg maar januari, februari verbouwd en geopend. Ja. Echt letterlijk om de hoek. Waarom toch die winkel daar? Ja, ten eerste is die winkel totaal iets anders dan hier. Hè. Dat is wat je zou kunnen noemen een concept store. Maar dit is echt een concept store met echt een concept. Namelijk, wij verkopen daar stationery en homeware. Dus eigenlijk alle dingen die we niet bij de boekhandel vinden passen, maar die wel bij onze wereld past, verkopen we daar. En waarom om de hoek? Dat is gewoon heel handig. Om gewoon mensen door te verwijzen.
Maar het is ook gewoon heel handig om de hoek, omdat je om de hoek ook weer een ander publiek kunt bereiken. En eigenlijk kan ik zo als ondernemer kan ik min of meer mijn hand op een buurt leggen. En eigenlijk een buurt een bepaalde richting induwen. En daarom ben ik... Wij hebben ooit ook een tweede winkel gewoon recht over de deur gehad. En dat is gewoon heel prettig. En dat werkt ook. Als we het hebben over retail, tegenwoordig wil iedereen dat je aan omnichannel doet. Dus niet alleen de fysieke winkel, maar juist online, de combinatie daarvan. En dan weet ik nog goed dat ik in 2011, 2012 volgens mij bij jou in de winkel was. En ik mijn best had gedaan om jou te vinden. Behalve Facebook kwam ik niet verder. Geen telefoonnummer, geen website, niks. Hoe sta je daar nu in, Wouter? Ja, we hebben nu een webshop, omdat we moesten. Omdat in België zijn de winkels, zoals in Nederland, tijdens lockdown volledig gesloten geweest. Dus we hebben eigenlijk op 3 dagen en 3 nachten hebben we een webshop gebouwd. En dat heeft ons werkelijk echt door die crisis getrokken. Ik ben nu ook echt omnichannel. Dus ik heb en online en een fysieke winkel. Hoewel ik nu zie dat de fysieke winkel is in omzet gewoon 1000 keer meer dan de webshop. Dus je ziet ook wel dat klanten een webshop gebruiken op momenten dat het niet anders kan. Maar zodra dat de winkel terug open gaat, komen ze gewoon terug naar de fysieke winkel. Of ze doen de combi. Ze zeggen, ik kijk eerst even online wat je hebt en dan kom ik de dag nadien fysiek naar de winkel. Of ik bestel online en ik kom het dan in de winkel afhalen en dan koop ik ook nog iets extra erbij. Of ik ga in het café een kop koffie drinken. Maar uiteindelijk zie je dat de klant zeg maar, die online is gegaan, toch als hij mag kiezen, liever voor de fysieke winkel bij jou kiest. Absoluut, absoluut. Heb jij, vind ik, toen de winkel online ging ook geschakeld met toch de personal touch. Door samen met je team op de fiets te gaan. Door elke bestelling dezelfde dag binnen het centrum van Antwerpen te brengen. Heeft dat qua contact heel veel goed gedaan? Dat je echt de bekende gezichten aan de deur kreeg bij de klant? Ja, absoluut. Hè. Mensen, zeker in het begin van die lockdown, toen hebben we al onze medewerkers naar huis moeten sturen. Omdat we gewoon niet wisten of we ze überhaupt nog wel konden betalen. Dus zeker die eerste weken pakte mijn vrouw de boeken in en bracht ik ze rond met de fiets. En dat was meermaals dat mensen zeiden, kom jij die boeken zelf brengen? Hè, dat zie ik de CEO van Bol of van Amazon nog niet doen, dat die zelf op de fiets springt om de boeken te komen brengen. En eigenlijk is dat vanuit noodzaak, heeft ons dat geweldig veel sympathie opgeleverd. De media zijn erop gesprongen. Wij stonden op een gegeven moment in alle mogelijke kranten met onze fiets. Dus mensen herkenden mij ook gewoon echt. Ik was echt een bekende boekhandelaar met de fiets. Dus dat heeft heel veel gebracht. En dat heeft ook heel veel goodwill gecreëerd bij klanten. Ik heb zelfs klanten gehad die zich excuseerden. Die zeiden, sorry, maar ik heb gisteren nog iets online besteld. Kan ik dat bij u ook bestellen? Ja, natuurlijk kunnen dat bij mij bestellen. Ja, dan ga ik dat niet meer doen. Dan koop ik dat liever bij u. En wat je ook gewoon heel hard ziet, en dat zijn dan waarschijnlijk onze klanten, of typisch voor onze klanten. Klanten, ook al bestellen ze online, het moet voor hun ook sustainable zijn. Dus we hebben echt meermaals gehad dat mensen bellen en zeggen, ik woon iets verder. En als u dat dan gaat versturen, met welke pakketdienst doet u dat? Want ik heb geen zin dat een of de andere onderbetaalde, illegale... klusser is die mijn boeken komt brengen. Dus wij zien ook gewoon dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. Wij rekenen ook altijd portkosten aan. We moeten echt stoppen met gratis verzenden. Gratis verzenden is niet van deze tijd. Dat bestaat niet. Ik moet zeggen, ik vind dat ook een vreemd concept. Hoor. Want als ik inderdaad online een boek bestel, betaal ik de boekenprijzen meer niet. En als ik naar Utrecht Centrum ga, ben ik 20 minuten met de auto onderweg. Ik betaal de parkeergarage. En het kost mij een minimaal uur heen en weer rijden. Exact. Dat is gewoon zo. Je kunt niet verwachten dat ook... Kijk, die mensen die met die busjes rondrijden, dat zijn de slaven van de 21ste eeuw. Ik vind dat je als consument heb je daar echt een verpletterende verantwoordelijkheid in. Namelijk, wil ik dat in stand houden, ja of nee? Het antwoord is, als je dat niet in stand wilt houden, dan betaal je voor je verzending. Zo eenvoudig is dat. En wij denken daar ook echt over na. We hebben nu bijvoorbeeld een deal gesloten met een fietscourier die verder rijdt dan dat wij reden. Wij deden enkel centrum en die doet eigenlijk centrum en de buitengebieden. Ja, dat kost iets meer en mijn klanten betalen dat.
Maar het is wel iemand met een fiets die dat komt brengen. Maar ik weet wel op het einde van de dag dat die man ook met een eerlijk loon naar huis gaat. En ik vind dat als ondernemer is dat ook belangrijk. Dat gaat niet alleen over geld verdienen en over marges. Ik vind dat je als ondernemer ook een verantwoordelijkheid hebt. Wel mooi dat je inderdaad dat die verantwoording ook daardoor voert. Zowel omdat de klant dat graag wil weten als het feit dat jij zegt dat klopt niet. En het is natuurlijk ook wel bizar als je kijkt bij mij in de woonbuurt dat er soms 3-4 verschillende busjes staan. Diesels, oude busjes, mensen die inderdaad onder tijdsdruk moeten bezorgen. En dus daar ligt wel een slag te maken wat dat betreft. Ja, daar moet echt een slag gemaakt worden. Het is nu zelfs zo dat hier in België is er nu momenteel wordt er gedreigd met een claim tegen PostNL bijvoorbeeld. Waarom? Omdat zij zich niet aan de wetgeving houden omtrent arbeid. Er is nu een onderzoeksrechter opgezet en die zegt, kijk PostNL, als jullie dit niet binnen de maand gaan oplossen, dan verzegel ik jullie depot. En oké, dat is misschien heel extreem, maar ik vind niet dat we die richting uit moeten gaan. Ik vind dat we als consument allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Wouter is alleen begonnen, maar ja, we zien hoe groot deze winkel is. Meerdere winkels, horeca. Dus ik ben benieuwd hoe de ontwikkeling is gaan om samen te werken en het belang van mensen om je heen, je team, je echtgenoot. Ja, dat is superbelangrijk. Hè. Je kunt dat niet allemaal zelf en je bent ook niet in alles even goed. Hè. Dat is bij mij ook zo. Ik ben heel slecht met mensen. Allee, ik mishandel geen mensen, dat bedoel ik niet, maar ik ben gewoon heel slecht ik kan heel goed mensen enthousiasmeren, maar op een gegeven moment zie je ook van ja, ik kan niet die dagelijkse leiding blijven doen, want dat zit niet in mij. Dus dan moet iemand aanstellen die verantwoordelijk is om dat team aan te sturen. Maar wij vinden dat ook heel belangrijk, hoe wij met mensen omgaan. Wij zeggen soms ook al lachend, mijn vrouw en ik tegen elkaar, maar ja, één keer als wij iemand hebben aangenomen, geraken we er ook niet meer vanaf. Mensen blijven ook gewoon bij ons. De meeste van de mensen die bij ons werken, zijn ooit als student bij ons begonnen. En die zijn dan afgestudeerd en die zeggen, ik ga toch gewoon blijven werken bij jullie, want dat vind ik gewoon fijn. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik heb hiervoor, toen ik gewoon in loondienst was, ging ik naar mijn werk. En ik vond dat een verschrikkelijk gevoel, naar uw werk gaan. Ik heb, sinds dat ik dit doe, ben ik nog nooit naar mijn werk gegaan. Ik sta gewoon op en ik ga naar mijn winkel en ik doe mijn ding en ik vind dat plezant. En ik vind dat die sfeer is voor mij ook belangrijk. Ik wil niet dat iemand hier het gevoel heeft dat hem naar zijn werk moet gaan. Dat klinkt misschien wat wollig, maar... wij vinden dat heel belangrijk, dat gevoel juist zit. Want als dat gevoel juist zit, dan loopt ook iedereen de extra mile. En je noemde net Sofie al even, je vrouw. Jullie zijn helemaal redelijk verschillende persoonlijkheden. Ja. Hoe werkt dat binnen het bedrijf? Dat is vaak conflict. Conflict niet, dat is heel vaak discussie. Sofie is ook... kijk, ik zal het anders zeggen. Ik ben nogal redelijk doelgericht en nogal redelijk strikt in wat ik bedenk. En Sofie is zo vaak de weg van de minste weerstand. Dus als er met vakanties of aanvragen of zoiets moeilijk is, dan weten ze, ja, dan moeten ze niet aan mij vragen, want ik zeg toch nee, maar dan gaan ze via Sofie. Maar het is wel die dualiteit die heel hard werkt. Want ik weet ook dat die discussie die wij met elkaar hebben, dat wel het recept is voor de chemie. Dat is hetgeen wat dat werkt. En omdat je kritisch bent voor elkaar, en omdat je elkaar in vraag durft trekken en stellen, en dat je daarover durft heel vrijuit met elkaar praat, en daar ook ruzie over maakt, weet ook gewoon dat je tot grootse dinges komt. Heb je mij wel eens uitgelegd hoe jullie op inkoop gaan samen? Misschien even leuk om dat te schetsen, want dat geeft mooi het contrast tussen jullie weer. Ja, wij kopen dus alles wat niet boeken is, kopen we in op beurs. Hè. Dan gaan we naar Parijs of naar Londen of naar Amsterdam. En je moet je dat voorstellen, ja, dat zijn gigantische hallen waar duizenden leveranciers van allemaal meuk staan, bij wijze van spreken. En dan is de kunst om daar de juiste dingen uit te halen. En hoe doen wij dat dan? Ja, wij lopen gewoon door die gangen. Sofie kijkt links, ik kijk rechts. Wij weten exact wat dat we zoeken. En we scannen gewoon. Ieders kant zijn een kant. En als we iets interessants zien, dan houden we elkaar even tegen. Dan kijken we even samen en is het ja of nee. En als nee is, lopen we door. En als het ja is, schrijven we gelijk een order. Zo werken wij gewoon. Het is gewoon hup, hup, hup. Niet nadenken. Hè. Je ziet op heel veel van die beurzen die mensen met zo'n karken achter zich. Die sleuren dan een ton brochures terug mee naar huis. En dan gaan ze eens over nadenken wat ze gaan inkopen. Nee, dat doen wij niet. Wij kiezen gewoon op emotie. Wij zeggen, oké, het is goed of het is niet goed. En dan bestellen we dat gelijk.
Maar niet alleen emoties. Volgens mij ben jij redelijk van de lijstjes en voorbereiden en precies de getallen in je hoofd hebben wat iets gedaan heeft. Ik ken al mijn cijfers uit het hoofd. En dat is ook echt belangrijk. Je moet je cijfers kennen. Als iemand mij vraagt wat was uw omzet in maart 2019, ik kan daar zo op antwoorden. Cijfers is alles. Als ik hier aan mijn gasten vraag, jongens, welk boek heeft er vandaag goed verkocht? Dan is dat een boek die ze het laatst hebben afgerekend. En als ik dan zeg, kijk, nee, deze boek heeft goed verkocht, ah, dat had ik niet door. En zo zit het gewoon in elkaar. Dat is hetzelfde met die beurzen. Ik bereid dat helemaal voor. Als je daar onvoorbereid naartoe gaat, ja, dan loopt het daar verloren. Maar ik maak echt een spoorboekje. Ik zeg, oké, in hal nummer 2 moeten we op die stand moeten we dat even gaan checken. En daar zit dat en dat en dat in de buurt. Ik zie mijn leveranciers daar ook. Die mensen zeggen, ja, maar je hebt dat goed verkocht. Zeg ik, nee, ik heb dat niet goed verkocht. Ik weet dat gewoon. Je moet zo'n ding eens niet tegen mij zeggen. Ik weet dat gewoon. Als je kijkt naar het vernieuwen, het ideeën en alsmaar doorgaan, is het ook goed dat je daar een balans met elkaar in vormt? Ja, anders gaat dat niet. Ja, anders werkt dat niet. Ja, we hebben ook geen kinderen. Dat is ook redelijk bewust. Omdat ik gewoon weet, als ik... Ik vind kinderen fantastisch, maar dat zou mij te veel afleiden van hetgeen waar ik mee bezig ben. En daar moet er natuurlijk met 2 voor zijn voor zo'n keuze. Ja. En nu is deze winkel 7 dagen per week open. Ja. In het begin was je altijd elke dag aanwezig. Heb je nu het gevoel dat je zo'n team om je heen hebt, zo'n familie, zeg maar, dat het ook zonder jou prima kan? Dat kan, maar ik moet er toch nog zijn. Dus ik kan 3 weken weg zijn, dat is wel het uiterste, denk ik. Het is ook zo, weet je, uw team leunt heel hard op u, dus je voelt ook, je moet ook duidelijke instructies geven en je moet ook duidelijk zeggen waar je mee bezig bent. En iedereen kan dat ook, de winkel kan autonoom werken, maar het is niet dat ik 360 dagen van de week thuis kan zitten en dat het vanzelf gaat. Absoluut niet, nee. En als je dan op vakantie bent die 3 weken, wordt er dan geappt, gebeld of laat je het dan ook los? Ik laat het dan los. Het enige wat ik check is de bank. En dan zal ik wel bellen als het mij niet aanstaat, maar ik ga niet liggen appen, nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ik zeg ook altijd, jongens, als er iets is, het brandt, belt de brandweer. Je moet mij niet bellen, ik zit in Frankrijk, kan er niks aan doen. Dus ik heb zoiets van, als het echt dringend is, kunnen ze mij bereiken, maar ik ga niet om de week gaan bellen om te vragen, hoe is het en wat is de omzet? Ja, ik ben in Frankrijk, kan er toch niks aan doen.